Ja, je hebt nu wel echt een bevalhoofd. Dit is de hartslag en dat is de baarmoederactiviteit. En die is heel goed. Hallo, goedemorgen! Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met een hartslag. Hey, wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht, dat we die nog nodig zouden hebben? Hij gaat op de 41 staan. Bam. Bam. 41 weken. Wow. Halleluja. 85-2? Ja. Zo, goedemorgen. Ik zit toch weer in de auto omdat Bart naar de tandarts moet. Dus ik breng jou naar de school. Jola die gaat vandaag dans oefenen weer. Want ze heeft binnenkort een dansoptreden. Yay! Ja! We zijn weer te laat. Kijk dit naar waggelen. Ik ben te laat. Nee, waggel maar door. Nee, die is naar zij. 8:45 moeten we er zijn. Heilig van overtuigd. 8:58. Nee, over 2 minuten moeten we er zijn. Ook heel handig om dan te kijken. Heel handig zo'n check op het laatste moment. Het verlossende antwoord is dat we morgenochtend een CTG-filmpje krijgen. Hartfilmpje is dat. En een echo. Vind ik eigenlijk wel heel prettig, want dan zie je en hoor je alles even dat het gewoon echt goed is. Natuurlijk met de verloskundige ook wel. Alles lijkt gewoon goed, maar toch voor de controle. En dan hebben we afgesproken dat ik nog even tot het weekend wacht. En dan zaterdag, als er dan nog niks gebeurd is, dan ga ik de verloskundige bellen en dan word ik gestript. Dus laten we eerst maar gewoon nog even hopen dat het morgen allemaal goed is en voor zaterdag vanzelf komt. Even de 41 weken buik vastleggen. Tantararom. Ja. Wordt weer even onder handen genomen door de beste kapster die er is. Kirsten is weer in de house. En dit keer krijgt hij weer zijn zomerkoepje terug. We hebben zo'n shining. Ja, dat. Ja, voel je je weer even lekker jong. Maar je hoeft toch niet echt naar afspraken de komende tijd. Dus nee, dat is ook zo. Kan lekker ruig. Daarom laat ik mijn baasje staan. Hey! Heb je lekker een dansles gehad? Ja. Ja? Ik heb de hele tijd pijn aan mijn pink. Pijn aan je pink, oh. Ja, omdat ik het velletje opgeschreven. Oh, het velletje. Dan moet je oppassen, misschien is het ontstoken. We gaan een karretje halen. We gaan boodschappen doen. Let's do this. Ik kreeg trouwens een tip van heel veel mensen om ananas te eten. Dat schijnt de weeën op te roepen. Nou, we gaan het zien. Huh? Willen jullie weten waarom ik nou eigenlijk zoveel aankomt de laatste tijd? Nou, omdat Bart mee gaat boodschappen doen. Ben het Jezus nou niet. En er is een pakketje voor Jola binnengekomen. Dat gaan we door. Dit is echt, nou, dit meisje die dit heeft opgestuurd is van Glitterpakjes. Ze heet Lisa. En ja, nou, Jola, ga maar kijken. Wow. Kijk, echt heel vet. Wow. Naar de achterkant. Oh, dit is het pakje. Wow. Kijk eens hé. Hey.
Hallo, een goede, dikke bolle morgen. Wij gaan ons klaarmaken, want Jola die moet naar school. Nee, nog steeds niks. Jola moet naar school en die zich gaat aankleden. Bart slaapt daar. En wij moeten ons ook zo klaarmaken, want we moeten om 9 uur in het ziekenhuis zijn. Ben je lekker, schat? Ja. Dit is de hartslag en dat is de baarmoederactiviteit. En die is heel goed. Want als het veel verschilt, snel en langzaam, dan kunnen ze beter meten. Misschien voel je als zo'n soort spierding, weet je wel, voel je het samen. Zo'n telcelbuikspier. Ja, dat Er zijn de nieuwe foto's. Ja, het is heel moeilijk nu om hem echt goed te zien. Maar je ziet wel een beetje waarom hij zo graag wil blijven zitten. Kijk, hij zit super lekker. Kijk, en hier geeft hij een kusje. Echt een duurtje. Zien jullie dat? Mwah. En hier, dit is zijn teen. Die is nog steeds heel groot. Net zoals die van Bart. Zo, hi. Het is alweer in de middag. Maar ik dacht nog heel eventjes toelichting geven aan jullie hoe het ging. De echo was heel goed. Hij is echt mega gegroeid de laatste periode. Althans, een echo helemaal op het einde van de zwangerschap is niet zo heel betrouwbaar meer. Dus dat is niet helemaal duidelijk. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat de placenta er nog goed uitziet. En dat er nog genoeg vruchtwater is. En dat is heel erg belangrijk in de laatste periode van de zwangerschap. Dus er is geen reden om eerder de bevalling te gaan laten beginnen. Op dit moment heb ik dus eigenlijk nog wel een beetje winst behaald door hem wat langer binnen te houden. Ook voor mijn gevoel. Ik ben dan wel veel aangekomen de laatste weken. Maar blijkbaar heeft dat een heel goed doel, want hij is nog hartstikke bijgegroeid. En zoals het er nu naar uitziet, krijg ik alsnog gewoon een lekkere vetgemeste baby. Heerlijk! Verder is het de afspraken die we nu hebben gemaakt met de gynaecoloog. Daar krijg je dan even een afspraakje mee. Wij hebben ervoor gekozen om deze week nog af te wachten. En dan donderdag, als hij er dan nog niet is, dan word ik ingeleid. Dus dan krijg ik woensdagavond een ballonnetje. En dan zullen ze dat donderdag gaan doen. Maar dat is waarschijnlijk niet nodig, want hij heeft nog een week. Dus dat gaat echt wel gebeuren. En zaterdag word ik ook nog gestript. Dat betekent dat ze nog de boel een beetje proberen te stimuleren. En als ze tijdens dat strippen erachter komen dat de baarmoedermond al wat zachter is, dan kan ik er ook nog voor kiezen om het vruchtwater al te laten doorprikken. En dan is het natuurlijk ook een kwestie van dat je dan diezelfde dag gaat bevallen. Dus ja, het kan zomaar heel erg snel gaan. Dus het kan ook nog een week duren. Het is eventjes afwachten wat alles gaat aangeven van mijn lichaam. Want dit was een goede uitslag van de dag. Goede resultaten, goede grafiekjes, goede hartslag. Alles gaat goed met ons ventje. En dat is echt super fijn om te zien. Echt heerlijk. En ik voel mezelf ook gewoon goed. Dus ik heb er ook geen probleem mee. Ik ben niet eens in zo'n vibe van ik ben het wachten helemaal zat. Ook niet. Eerder denk ik de mensen om me heen. Maar ja, die hebben gewoon pech. Ja, die moeten gewoon wachten. Kan ik ook niks aan doen. Nee, ik chill gewoon lekker door. Gisteren zei de verloskundige tegen me, ja, je hebt nu wel echt een bevalhoofd. Ze heeft ook wel gelijk. Maar om op die reden nou eerder te willen bevallen, boeien. Alle dingen die je trouwens kunt doen als je eerder wil bevallen, heb ik ook even op een rijtje gezet. En allemaal inmiddels ook geprobeerd. Want op Instagram had ik er een oproepje uitgegooid. En het is echt hilarisch wat ik allemaal te horen heb gekregen. Maar ik dacht misschien wel leuk om het even in een rijtje achter elkaar te zetten. Ook in deze vlog. Want vrouwen die dan misschien ook op het einde zitten. Of er klaar mee zijn. Die kunnen dan misschien ook deze dingetjes proberen. Dat is wel grappig. Maar bij mij heeft dus eigenlijk niks gewerkt. Want ik zit hier nog steeds zo met een buik vol. Dus, maar goed, dat was dus. Natuurlijk veel bewegen. Lopen, traplopen, dansen. Dat soort dingen. Seks hebben, als je daar nog zin in hebt. Maar het werkt wel, schijnt. Bij mij dus niet, blijkbaar.
ananas eten, pittige dingen eten, heb ik ook veel gehoord. Je voeten masseren op bepaalde plekken, drukpunten. Je rug masseren, tepels masseren, stimuleren. Er was ook gezegd dus afkolven bij jezelf, maar daar kom ik op terug, want dat heb ik gevraagd aan de lactatiekundige en die zei dat dat niet aangetoond is. Alhoewel natuurlijk heel veel van dit soort dingen niet aangetoond zijn. Heb je nog iets aan te vullen, dan let me know. Bart weet alle bioscoopfilms al uit zijn hoofd die dus nog... Die ik gemist heb nu, door de zwangerschap. Ik zei net tegen Bart, ik heb eigenlijk gewoon echt zin om de deuren uit te gaan. Ja, dan kun je naar Tomb Raider of The Commuter of Pacific Rim 2 of Get Ready Player One. Maar ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd terug. Komt er weer, schat. We zijn filmverslaafd. Prioriteit. Dus, wat Bart nu gaat doen... is het zeil ophangen. Dat wij weer een donker hoekje hebben in huis. In plaats van een aquarium. In plaats van een aquarium, ja. En dan kunnen we lekker. Waarom doe jij ook steeds die gordijnen? Ik had die gordijnen toch vandaag open. Omdat het dan nog lichter is. Zo, ze zijn bezig met het dak. Maar dat ziet er raar uit. Ik zie er ook meteen een stuk beter uit. En dat is het belangrijkste. Nee hoor. Maar wauw. Het geeft echt veel meer rust meteen aan mijn ogen voor hier. Wow, dit is echt zo chill. Wow. Chillste outfit ooit aangedaan. Mijn lekkere oversized trui. En mijn H&M broek die helemaal over mijn buik loopt. Echt heerlijk. En deze avond ga ik gewoon lekker op de bank chillen met Bart. En Jola die is bij Open Oma logeren. Dus misschien brengt dit wel iets los in mij. Waardoor ik gewoon alles los kan laten. En deze nacht ga bevallen. Ik heb geen idee, maar het zal wel heel mooi uitkomen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik neem jullie... Even kijken, wat is het vandaag? Ik ben helemaal een beetje de dagen kwijt ook. Ik neem jullie vrijdag weer mee in een nieuw vlog. En who knows wat er dan weer gaat gebeuren. We gaan het zien. Dank jullie wel voor het kijken voor vandaag. Abonneer als je dat nog niet bent. Want dat vind ik super cool en tof en leuk. En duimpjes omhoog als je de vlog leuk vond. Dankjewel voor het kijken en tot vrijdag. Doei! Rock that joint.